Fellows introduceert het Lotus Zitsta werkstation. We laten u zien hoe u het kabelmanagementsysteem het beste kunt gebruiken. Uw Lotus komt met een magnetische kabelhouder die gebruikt kan worden voor het ingebouwde kabelmanagementsysteem. Laten we beginnen bij het plaatsen van de Lotus in de hoogste stand. Plaats de monitor, toetsenbord, muis en de rest van de accessoires. Leid de kabels van uw toetsenbord en muis door een van de openingen op het platform. Gebruik de clips onder het platform om de kabels op de juiste plek te houden. Haal daarna de kabels door het kabelmanagementsysteem aan de achterkant van de Lotus. Trek de kabels door de opening en plaats de magnetische kabelhouder. Trek hier alle kabels doorheen. Nu is het tijd om de kabelzip te plaatsen. Plaats de kabelklem over de kabels. Zorg dat de pijl naar boven wijst. Duw de kabelzip om de klem totdat deze zichzelf om de kabels begint te draaien. Hou de bovenkant van de kabelzip vast en trek de klem naar beneden. Duw de bovenkant van de kabelzip in de kabelhouder en u bent klaar. Sta op voor een gezondere manier van werken met het Fellows Lotus Zitsta werkstation.